speelden echt dagelijks uren op straat. Gingen we alleen naar binnen als er Dragon Ball Z op tv was. Oh ja, want ja, was in die ja, tijden ja, ja. was dat natuurlijk ja. De tekenfilm. Dan gingen we alleen even naar binnen. Maar daarna ja. gingen we weer naar buiten. En ik weet niet hoe vaak mijn moeder boos op mij is geworden. Omdat ik gescheurde broek had van het voetbal op ja, straat. Ja man, die ken ik ook. Ja, ja, ja. ja gescheurde ballen. Ik denk dat ik per jaar minimaal 5 ballen... Ja, die gingen kapot. En ja, en schoenen ook. Schoenen houden we niet vol. Op straatvoetbal is het probleem. Ja, 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 zeker. Maar weet je, en nu zou die ouders alleen maar willen dat gebeurt, zeg maar. Omdat je ziet de jongeren alleen maar PlayStationen en gamen. En dat willen wij dus nu met Paranormal Koud. Ja, die jongeren inspireren om minder te gaan gamen. En als je gaat gamen, dan ook op een sportieve manier gaat gamen. Door toch wel... naar buiten te gaan, straat op te gaan. Ja, door gewoon een combinatie te vinden. Combinatie, wanneer kan je wel gaan gamen en wanneer kan je even precies. op straat voetballen. Want je kan kinderen niet meer zeggen van... ja, je gaat niet meer gamen, je gaat op straat voetbal. Dat werkt helaas nee, niet. Ik geloof daar ook niet in. Want uiteindelijk, kijk, technologie gaat niet achteruit. We gaan niet minder toffe dingen verzinnen... wat we op een PlayStation kunnen doen. Ja. Dus je moet daar een link in vinden.